Welkom bij een nieuwe aflevering van de Feyenoord Carrière. Leuk dat je weer kijkt naar FC Icy. In deze aflevering gaan we... Nou ja, we hebben net gespeeld tegen Manchester United. Maar we gaan eerst spelen tegen Twente en Utrecht. Om vervolgens in de volgende aflevering te gaan spelen tegen Fenerbahçe. Maar de persconferentie is wel in deze aflevering. Dus als je pers tot het einde wil doorspoelen... Ja, dan kan dat maar. Ja, hè, je weet hoe ik erover denk. Je bent er voor het hele verhaal of je bent er niet. Hey. Heracles Almelo, 1-1 Hertha BSC, ik weet niet precies... die zitten ook in de Europa League, dat is ook zo. Ja, dus die hebben best wel goed ingedaan. En dat was te maken met dat je minimaal aantal clubs uit een bepaald land moet hebben. Ja, het is een beetje apart, maar alsnog leuk. Laten we maar zeggen dat ze gewoon die voorrondes gehaald hebben. En dat ze gewoon in de groepsfase zitten. Team, opstelling, rollen, instructies en tactieken gaan als volgt. Elia en Kramer die gaan spelen. Ook Toornstra gaat spelen op de rechterkant. Ik hoorde trouwens over een van jullie dat Toornstra op nummer 12 stond. Van twee mensen trouwens. En dat kan best kloppen, maar dat is apart. Want hij staat nog echt bij mij op 28 gezet. Als dat nou veranderd is, dan kan dat. Dan moet ik dat aanpassen, omdat het waarschijnlijk veranderd is. Doordat ik andere nummers heen en weer gehusteld had. En dan krijg je dat hij op nummer 12 komt. Maar ik weet natuurlijk dat dat niet kan, want dat is voor het legioen. Feyenoord tegen FC Twente gaat beginnen met Larsson, Bazeki Koklu, Toornstra, Vinovic en El Amadi. En dan Dammers en Van der Heijden in het centrum met Woudenberg aan de linkerkant. Dus best wel veel jeugdkans geven en ook Jones mag gaan spelen. Ik wil steeds meer jeugdkans gaan geven om de jongens te sparen voor de andere wedstrijden. Maar helemaal omdat ze natuurlijk nog wel moe waren van de wedstrijd van Manchester United. En waarschijnlijk zal ik ook met wat wisselspelers gaan spelen in de wedstrijd tegen Utrecht. De volgende wedstrijd in deze aflevering. Brad Jones gaat beginnen en met Wessel Dammers, ook een van de allernieuwste gezichten natuurlijk bij Feyenoord. En Kramer, die heeft vorig jaar al een heel jaar gespeeld, maar die is nu op dit moment wel tweede spits. Daarover ook meer in de persconferentie. Sam Larsson, de nieuwe aankoop, die kan even gaan laten zien wat hij kan. Dit is dan Toornstra, die geeft die bal rustig aan Kramer. En die ziet Toornstra heel goed lopen, wacht op het goede moment, geeft het paasje, maar Toornstra laat hem lopen. En hoe Pasek ook weer zelf iets gaat doen. Een mooie actie naar binnen toe, dit kan nog wel eens mooier worden. Een schot op doel, maar helaas wordt hij geblokkeerd door... Trakowski? Ik gok dat er maar voordat ik al 50 reacties krijg over dat ik het verkeerd zeg. Vinovic, kom al, Kramer. Ja hoor. En Kramer die scoort. En daar op dat moment kreeg ik eigenlijk een achievement in Origin. Dus het beeld ging zeg maar weg. Dus moest ik even een kleine crosscut doen. Vandaar dat je even dat beeld zag veranderen. Een beetje verkouden, dat is minder. Maar Kramer, die doet het hoor. Michiel Kramer scoort zijn doelpunt voor Feyenoord dit seizoen. Niet zijn allereerste volgens mij. Ik weet het niet zeker meer. Het gaat wel best wel tijd overheen sinds ik deze wedstrijd zelf gespeeld heb. Maar Michiel Kramer, die kan er wat van doen. Michiel Kramer, die kan aardig koppen. Dat is natuurlijk waar hij volledig op gefocust is. Het koppen van hem. Ter Avens dan, voorzet in de box op Mokotjo. En Jones met een heerlijke redding. Wauw. Brad Jones, doe normaal. Moet je kijken hoe ver die komt daar. Echt op de allerlaatste moment nog het handje erbij. En die kan hem er zelfs nog overtikken. Niet eens op de lat, maar gewoon over. Ja, fantastische prestatie van Brad Jones. Dat kunnen we natuurlijk niet allemaal nadoen. Toornstra dan. Mooie bal. Oh, op Kramer. Dit kan nog wel eens worden. Michiel Kramer voor zijn tweede doelpunt. Ja hoor. Michiel Kramer pakt zijn tweede doelpunt voor Feyenoord. Hoppakee. Feyenoord wint 2-0 er allemaal. Dankzij Kramer. Maar een heerlijk assist van nummer 28. Toornstra, niet nummer 12. Ik zag net ook wel die 28 was. Dus het probleem is alweer opgelost. Lekker doelpunt van Michiel Kramer. Nu weet ik toch eigenlijk wel zeker dat het wel heel moeilijk wordt voor Twente om nog terug te komen in deze wedstrijd. Maar wat we vervolgens gaan doen, gaat het nog moeilijker maken. Bazeki Koklu naar Kramer. En dit kan nog wel eens een hele mooie actie worden. Bazeki Koklu, mooie bewegingen en een heerlijke paas op Jens Toornstra. Hoppakee. En het is de derde keer dat we die goaltje mogen horen in een korte tijd. En dat is natuurlijk altijd top. En die bedankt zijn assistenmaker Bazeki Koklu. En die kan ook weer belangrijk zijn. Een tijdje geleden dat hij belangrijk kon zijn voor Feyenoord. Maar ik heb ook niet zo heel veel speeltijd gegeven. Maar zoals ik al zei, de jeugd moet wat meer speeltijd krijgen. Lekker hoor. Michiel Kramer die scoort daar niet, maar wel. En dan zijn het 3-0 tegen Twente. En dan moet Twente natuurlijk in doen dat we scoren. En wij kunnen eigenlijk nog gewoon lekker doorgaan voor de doelsaldo. Dat is wat we kunnen doen. In de tweede helft komen er niet per se nieuwe spelers in. Jens Toornstra die gaat gewoon weer spelen. Die speelde natuurlijk net ook al. Dus ja, waarom ook niet. Die speelde hartstikke goed. Ik ga niet per se altijd wisselen in de 45e minuut. Want dan heb ik zoiets van, nou weet je, ze moeten eigenlijk nog even kijken of ze misschien nog zichzelf verbeteren in de tweede helft. Ter Avest dan naar Enes Unal. En Unal die gaat scoren hoor voor Twente. Ja, jammer genoeg. 3-1. En het is nog niet het laatste deel van de wedstrijd. Want normaal krijgen we een doelpunt tegen in de 90e minuut. Maar in dit geval krijgen we hem tegen in de 46e.
60ste minuut, Feyenoord 3-1. En dan moeten we natuurlijk een beetje wat gaan omgooien in de tactiek. Er moeten wat spelers uit, er moeten wat spelers in, want we moeten een beetje aanpassen. Ik word een beetje nerveus van een tegendoelpunt, want dat betekent dat de organisatie toch niet helemaal goed staat. En als een speler zoals Uno al zo door kan lopen, het zat er wel dichtbij hoor. Maar daar moeten we natuurlijk wat aan gaan doen. Dus vandaar dat we zo gaan wisselen. Hier gaan we, Sven van Beek komt erin voor Elia en Larsson voor Dammers. Gaan we te zien krijgen hier dat ze erin gewisseld worden. Ja, ik denk dat het goed is als we in plaats van Dammers een vrij nieuwe speler, gewoon een nieuwe erin brachten. En dat heeft ook geholpen, want de wedstrijd is geëindigd in 3-1. Er waren geen kansen meer in die laatste deel van die wedstrijd. En Michiel Kramer is natuurlijk de man van de wedstrijd met zijn 2 doelpunten. En hij staat ook samen met Venovic, Bazaki Koklu, Kramer. Ze zijn allemaal in het team van de week. Hartstikke goed natuurlijk. En de volgende wedstrijd is tegen Utrecht, voordat we gaan spelen op donderdag tegen Fenerbahçe. Dat wordt een kraker van een wedstrijd. Ik weet zeker dat het echt spannend wordt, dat we daarmee kunnen. Van Beek, Bottekin, ik dacht eerst om volledig het allerbeste elftal op te stellen wat ik heb. Zoals je hier kan zien, Sanchez en gewoon al het beste wat we hebben, Venovic. En Kramer speelt wel heel goed, dus die wilde ik op zich wel laten staan. Ik twijfelde een beetje, want je wilt natuurlijk eigenlijk wel dat ze nog allemaal nog fit zijn donderdag. En ik weet zeker dat we elke minuut nodig gaan hebben qua fitness die je kan krijgen. Dus ik ging even kijken naar de positie van het team. Hoe goed doen we spelen? En op 1 staat Nicolai Jurgensen. En ik weet zeker dat Toonstra staat ook heel erg hoog. Laatste wedstrijd 9,3. Lekker man. Dat is wel heel erg goed. Feyenoord 16 punten. En dan denk ik, ja, Utrecht, weet je, ze staan vrij laag. 11e. Natuurlijk hebben we nog maar een aantal wedstrijden gespeeld. Maar ik ga de gok wagen door een wat minder elftal op te stellen. Zodat ik nog meer goede spelers volledig fitness kan gebruiken in de wedstrijd tegen Fenerbahçe. Want het tempo ligt daar gewoon heel erg hoog. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb een ander opstelling gemaakt. 4-1-2-1-2. Zoals je daar nog even heel snel kon zien. Daar natuurlijk straks meer over als we dit te zien krijgen. Maar het idee erachter is dat we 2 spitsen hebben en toch zo goed gebruik kunnen maken van onze vleugelspelers die dan als een soort van ja, linksback, linksmidden kunnen fungeren. En niet linksback als in de Nederlandse linksback, maar linksback als in de Engelse linksvoor. Dat is een groot verschil. En eigenlijk gebruikt Utrecht precies dezelfde opstelling. Zoals je hier kan zien, Kuyt begint gewoon op kam. Venovic speelde heel goed de laatste wedstrijd, wil ik opnieuw speeltijd geven. En Woudenberg speelde ook heel erg goed. Maar het is Utrecht die de allereerste kans krijgt. Een beetje zorg van Van Beek, alhoewel niet volledig zijn fout. En het is Marquez legt hem rustig klaar op Inaga. Ienaga. En dit is hem hoor. Het is Marquez die hem afmaakt. En ja, ik denk dat het niet helemaal mijn fout was daar. Want het was gewoon heel goed aangevallen van Utrecht. En dan sta je meteen achter. En dan moet je natuurlijk wat anders gaan doen. Maar dan twijfel je ook aan je eigen tactiek. Want dat is natuurlijk het probleem. Je denkt, ik heb mijn tactiek veranderd. Is dit wel wat ik moet doen? Want op 4-3 ging het zo goed. Maar je moet niet vergeten dat er natuurlijk ook een heel ander elftal op staat. En ja, die gok heb ik genomen, expres, omdat ik dacht voor die fitness, zoals ik al zei. Maar het ziet eruit dat het niet gaat lukken. Barazit, een mooie paas op Ayoub. En Jones houdt ons in de wedstrijd met een lekkere redding. En die Jones, want ik kreeg natuurlijk steeds vragen van jullie, laat Jones eens voetballen. Nou, natuurlijk, dat begrijp ik ook. En nee, dat wil ik ook gewoon gaan doen. Want het is natuurlijk anders dan normaal dat je een eerste keeper hebt en een tweede keeper. Jones is natuurlijk nu in het echt zo actief dat je hem eigenlijk niet kan negeren, ook in FIFA. Vandaar dat we die manier gedaan hebben. Utrecht dan, nog een keer. Oh! Berghuis in de fout en het is Haller. Die legt hem rustig in het netje. Want Berghuis, die, zoals ik al ooit een keer in de allereerste aflevering zei, hè, de spelers gaan er nooit meer wegkoppen, maar die nemen hem aan. Dat wil ik helemaal niet. Ik wil gewoon dat die weg wordt gekopt. Doe ik daar iets fout? Ik zit gewoon op A te smashen, hetzelfde is als ik gewoon pasen. Maar nee, het helpt niet. En Haller die scoort hier. Dat is dat 2-0. Allereerste keer dat we zo erg achter staan dit seizoen. Daar moeten we natuurlijk wat aan gaan doen. Venovic speelde zo goed de vorige wedstrijd. Team van de week. Sam Larsson speelt op die linker positie. En het is opnieuw Sam Larsson krijgt de bal terug van Woudenberg. En Woudenberg doet opnieuw zo'n ding heel erg goed. En Sam Larsson eigenlijk nog beter en die maakt hem af. Lekker team hoor, dat Sam Larsson en Woudenberg. 2 jonge gasten, veel energie. En die kunnen echt een verschil gaan maken voor ons. En dan kunnen we misschien nog terugkomen in deze wedstrijd. 2-1, het is nog maar net als 1-0. Je staat nog maar 1 doelpunt achter. Ja, zo gaat dat. Wiskundige, hè? 2-1, 1-0. Het is hetzelfde in principe. Maar 2 doelpunten tegenkrijgen doet wel wat. Een beetje een shock. En daar zit je wel een tijdje mee in de kleedkamer natuurlijk. Want dit is vrij kort voor rust. Ik denk zo'n 10 minuten. Ja, dan moeten we toch iets anders gaan doen. Ik ben toch dus in de 71ste minuut pas gaan wisselen. Want het ging toch nog best wel goed qua voetbal. En we kregen die kansen niet. Dus Renato Sanchez, Jens Toornstra. En dan gaat Venovic zijn positie schuift naar voren. En worden ze mid-mid in plaats van een verdedigende middenvelder. En dan creëert er een kans voor Haller door slecht verdedigend werk. Weer slecht kopwerk. En Haller schiet. En Jones zit er goed bij. Goed afgeschermd daardoor. Volgens mij was het Toornstra die daar op het einde nog meeliep.
Die kon nog een beetje blokkeren. Of was het Botekin? Volgens mij was het Botekin. Ik weet het niet zeker. 26. Ja, het is met FIFA. Je moet nog een beetje wennen aan die gezichten en die achterkanten van hun lichaam. Dan, 90ste minuut. Nog één kans voor Feyenoord om er wat van te gaan maken. Nee, er wordt onderschept. En Berghuis gaat een beetje slordig met die kans om. En dan is het over. En verliezen we onze allereerste wedstrijd. Larsson speelde heel erg goed. Woudenberg speelde heel erg goed. Die gaat sowieso mee op de bank naar Fenerbahçe. Want ik wil toch van Arnold. Sterke speler is dat. Ik wil niet, alle respect naar Woudenberg, maar die kan fysiek nog wel wat extra fysiek kracht krijgen. En ik denk dat Van Aanholt gewoon beter past in een wedstrijd tegen Fenerbahçe. Maar ik ben zeker trots op wat Woudenberg vandaag heeft laten zien, net als Larsson. En dan is het tijd voor de persconferentie. De persconferentie van Fenerbahçe. En dan zal ik even de facecam aan gaan zetten. En dan zullen we samen even gaan kijken naar de vragen die jullie gesteld hebben. Maar voordat we gaan beginnen met de persconferentie, moet ik er eerst even precies bij vertellen wat nou het idee is voor mij als ik dit doe. Het is niet om zo realistisch mogelijk te doen. Ik ga bijvoorbeeld niet in pak zitten of zo. Misschien een keer voor een bonusaflevering, maar dat vind ik ook een beetje iets te overdreven. Het is meer een kans voor jullie om aan mij een vraag te stellen die normaal door de aflevering door niet echt zo beantwoord worden. Dus als je nou zoiets hebt van waarom kies je die speler niet... Waarom heeft die rugnummer niet, ik voor wat. In plaats van dat het op een onlogisch moment in de aflevering wordt behandeld. En als het natuurlijk behandeld kan worden, doe ik dat. Maar als het op een onlogisch moment kan worden behandeld, is dat natuurlijk minder leuk. Dus als we het op deze manier doen, dan kunnen jullie allemaal vragen stellen per aflevering. En tenminste wel voor de bepaalde aflevering waar de persconferentie in zit. En dan kunnen we gewoon samen die vragen gaan beantwoorden. En vandaar ook nog een beetje extra interactie, dat ik ook nog mijn kop te zien is. Dus dat is de reden en de manier hoe ik de persconferentie wil gaan doen. En ik hoop dat jullie hem leuk vinden. Wie is de tweede keus achter Vermeer? Warner Haan of Brad Jones? Nou, ik denk dat op dit moment wel duidelijk is dat het Brad Jones is. Maar ik wil Warner Haan graag proberen uit te lenen. En anders ga ik hem ook waarschijnlijk wel speeltijd geven in de KNVB-beker. Ik denk dat we het allemaal met elkaar moeten doen in deze selectie. En ik denk niet dat we bepaalde spelers moeten afschrijven. Alleen maar omdat ze op een ongelukkig moment bij de club zitten. Ik ben hier manager geworden voor een bepaalde reden. En dat is om succes terug te brengen naar het Europese avontuur. Dus de focus ligt daar wel op. En ik denk als er andere wedstrijden zijn zoals de Eredivisie. Wat natuurlijk nog heel erg belangrijk is voor de kwalificatie van datzelfde Europese voetbal. Denk ik dat we alsnog wel een goede rolering kunnen zetten in de verschillende soorten spelers die we hebben lopen in Feyenoord. Ik denk zeker dat Sam Larsson een stap hoger op kan. Niet nog dit jaar, hopelijk ook nog niet volgend jaar. Aan de andere kant voor hem natuurlijk wel, maar wij willen hem graag houden. Maar het is gewoon een klassespeler. En ik denk dat Sam Larsson zeker een positieve impuls brengt in de selectie van Feyenoord. Maar ik denk wel dat we niet meteen moeten denken dat we een soort van Depay-verhaal krijgen. Dat hij meteen naar United kan. En natuurlijk voor hem een fantastische transfer. Maar als je kijkt hoeveel speeltijd hij krijgt, dat wil je eigenlijk niemand aandoen. Dus vandaar dat ik denk dat hij gewoon nog hier echt moet bewijzen dat hij het niveau aan kan. En hopelijk nog belangrijk kan zijn in enorme wedstrijden in de Europa League. En misschien zelfs de Champions League volgend seizoen. We moeten natuurlijk wel optimistisch denken. Maar ja, dat is hopelijk wat er gaat gebeuren. Mijn prioriteit ligt zeker bij Feyenoord. Ik zou niet naar andere dingen willen kijken voordat ik daar nog zit. Maar ik sluit ook niet uit dat ik open sta voor verandering in mijn normale werkdag. In de zin van een bondscoachavontuur. Ik denk dat Dirk en ik gewoon heel goed werkrelatie hebben. Niks speciaals, niks heel normaals eigenlijk. En ik denk persoonlijk dat als je kijkt naar... Nou, hoe de andere coaches dat doen met hun spelers, dan is het eigenlijk heel erg hetzelfde. En ik heb geen speciale band met Dirk uit. Hij is wel mijn captain, dus ik spreek wel meer met hem dan met andere spelers, maar meer is het niet. Nou, weet je, Nicolai is een nieuwe speler. Nicolai is een speler die brengt actie voorin. Het is en een valse spits, maar ook een diepe spits. En Kramer is een echte targetman. En je zag in de laatste wedstrijden dat ik ook met Kramer gespeeld heb. Dus je vraag is natuurlijk vanuit de laatste wedstrijden accuraat, maar de laatste twee iets minder. Maar dat kan natuurlijk gebeuren dat het over een tijdje weer precies hetzelfde gaat gebeuren. Maar ik denk dat Kramer die op zijn eigen manier op goede momenten belangrijk kan zijn voor ons. Al is het in een KNVB-bekerwedstrijd of als supersub in een wedstrijd of gewoon in de Eredivisie. Ik wil mijn spelers op bepaalde momenten gebruiken hoe ik dat prettig vind. En dat is aan mij als manager om het beste moment te bepalen
Vandaar dat Jurgensen er meestal in staat om die beter past in de tactiek die ik wil hebben met die drie aanvallers en dan die punt naar voren. Maar ja, op dit moment staat Kramer niet altijd op die manier het beste op het veld. En vandaar dat ik kies voor Jurgensen. Ja, Fenerbahçe is een fysiek sterke tegenstander. Ik denk dat wij als Feyenoord zijn moeten afwachten, hè? Zo realistisch is het. Maar dat we zeker niet onder moeten doen aan onze Turkse tegenstander. En ik denk dat als wij net als hun veel pressie geven op de bal, dat we datzelfde probleem kunnen oplossen. Je zou misschien kunnen zeggen, waarom geef je deze tactiek vrij? Maar ze weten natuurlijk al precies, want Dick Advocaat is een hartstikke goede coach. Ze weet precies al wat het idee is van Feyenoord tegen zulke tegenstanders als Fenerbahçe. En ja, we moeten gewoon proberen om met de spelers die we hebben de verrassing te geven aan hun verdediging. En ik denk dat we dat ook wel kunnen doen. Want als we kijken naar wat we de laatste wedstrijden gedaan hebben, en ook tegen Manchester United, heb ik vertrouwen in de jongens die we op het veld hebben. En hopelijk kunnen we daar gewoon meer mee gaan doen in de toekomst. Dit was een persconferentie. Ik hoop dat je het leuk vond om een beetje meer interactie met de kijkers te krijgen. Als je nou meer vragen wil hebben voor mij, maar dat was ook lastig. Als je meer vragen wil stellen aan mij, dan kan je dat natuurlijk doen in de reacties. En de volgende wedstrijd is Fenerbahçe. En daarna gaan we ook weer allemaal persconferenties doen. Klassiekertjes komen er nog aan. PSV grote wedstrijden. En dan zie ik je graag in de volgende aflevering. See ya.